Brand Loyalty uit Den Bosch wordt die nieuwe sponsor. De ploeg van onder andere sprintkampioen Stefan Groothuis wordt opgesplitst in een mannen- en een vrouwenteam. Het Bosse bedrijf, bekend van spaaracties voor winkels, betaalt de komende 3 jaar de rekeningen voor de mannen. Dat geld kunnen ze goed gebruiken. Eerder dit seizoen moest de ploeg een trainingskamp nog uit eigen zak betalen. Het is niet gebruikelijk, maar het geeft ook een verbondenheid in dat team. En het is ook gewoon een investering in jezelf. Wij hebben dat gewoon gezien als een investering. We willen naar Sochi toe. En we hebben altijd het vertrouwen gehad, die sponsor die komt. En iedereen moet wel eens een periode in zijn leven ergens in investeren. Dat is heel normaal en daar is helemaal niks zieligs aan. En dat hebben we ook gewoon gedaan. Over 3 weken hoopt coach Ori de sponsor van het vrouwenteam te kunnen presenteren.